Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. Deze keer is het een hele bijzondere Bijbelstudie. Ik wil met u gaan spreken over, was de zondvloed over de gehele aarde of was dit plaatselijk? Tijdens mijn bediening en het geven van Bijbelstudie heb ik meerdere malen ontdekt dat als ik dit onderwerp ging aansnijden, dat er nogal verwarring en ergernis ontstond. Een grote groep mensen geloven namelijk dat de zondvloed over de hele aardbol was. En ik geloof dat dat niet zo is. Dat het plaatselijk was. En hoeveel argumenten ik ook aandroeg, het sloeg nooit aan. Nog bij predikanten, nog in mijn eigen gelederen, was daar verdeeldheid over. Gelukkig heb ik altijd goede leraren gehad. En ik heb een goede leraar in Zuid-Afrika, een predikant, die voor mij nou eens op een rijtje heeft gezet wat er nou werkelijk in het Hebreeuws staat. Ik ken geen Hebreeuws, kan het niet lezen, dus ik kan niet roemen op dat ik Hebreeuws kan en dat ik het van daaruit kan uitleggen. Maar mijn goede vriend heeft dat voor mij in het Afrikaans opgeschreven. Ik heb dat vertaald in het Nederlands en bewerkt. En aan de hand van deze studie wil ik nou eens graag laten zien dat die vloed plaatselijk was. Ik ga letterlijk de Bijbel citeren van uit het Hebreeuws. Dus geen eigen toevoegsels of verdenksels of wat dan ook. Puur wat er in de Bijbel beschreven staat. Als we Genesis 4 lezen, vers 1 en 2, dan lezen we daar dat de mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. In het Hebreeuws staat er om een creatuur voort te brengen. Dus zij baarde een creatuur die Kaïn heette. En Kaïn betekent een spies of een speer. In 2 Samuel 21 vers 16 vind je dat ook. En hij zeide, Adam zei, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Dit is een tussenzin in het Hebreeuws. Vers 2. Voorspader baarde. Daar staat het woordje jalat. En dat is het normale woord om een kind voor te brengen. Zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Let op, de naam Eva betekent om adem te halen, om te leven. Daarom wordt zij de moeder genoemd van alle leven. En dan moet u goed begrijpen dat het gaat om het adamitisch leven. Zij baarde voort en baarde Abel. En dit betekent ook om adem te halen, om te leven. Dus Eva baarde geen andere volkeren. Zoals de theologie ons wil doen geloven. Want als later Sem geboren wordt, en Sem betekent van boven. Dat is heel belangrijk om deze dingen te weten. Nu de vraag, was de zondvloed over de gehele aarde of was dit plaatselijk? We gaan kijken in Genesis 6 vers 1. Toen de mensen, daar staat Adamieten, zich op aarde, en het woordje aarde heet Adama, is Adamsland. En dit moet u vasthouden, dus het gaat over Adamsland. Begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden. Nu moeten we ook goed opletten op het woord bara. Dat betekent letterlijk de eerste en de enigste van zijn soort. Dus Eva baarde Adamieten. Dus geen negers, geen Mongolen en geen Joden. Zij baarde Adamieten, want er staat bara
En dat is letterlijk de eerste en de enigste van zijn soort. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. Met andere woorden, Adam heeft een speciale eeuwigheidswaarde en begrip. Zijn naam kan zijn van één persoon, maar ook van een groepsbenaming. Dus als je over Adam hebt, kan het één persoon zijn, maar het kan ook over een hele groep zijn. Vers 4. De reuzen waren die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Sem, heb ik al gezegd, betekent van boven. Vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid der mensen, dus Adam, enkelvoud, groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten, ten alle tijden slecht en boos was. Vers 6. Berouwde het de Heere dat hij de mens, Adam, dus in enkelvoud, op aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. Vers 7. En de Heere zei, ik zal de mensen... Dus Adam is weer enkelvoud, die ik geschapen van de aardbodem, Adama, weer Adamsland, uitroeien. De mensen, Adam, weer enkelvoud, zoals het vee, het kruipend gedierte, het gevogelde des hemels, want het berouwde mij dat ik hem gemaakt heb. Vers 10. En Noach verwekte drie zonen, Sem, dat betekent weer van boven, Gam en Jafet. Vers 11. De aarde, Eres, dat betekent landstreek, dus niet de hele aardbodem, nu was bedorven voor Gods aangezicht. En de aarde, Eres, was vol geweldenarij. Vers 17. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde, Eres, landstreek brengen, om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is, zal omkomen. Vers 20. Van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard, van al het kruipende gedierte van de aardbodem. Dan krijg je het woord weer Adama, is Adams land naar zijn aard. En alles zal een paard tot u komen om het in leven te behouden. Dus het gaat weer voor die in die ark gingen. Genesis 7 vers 3. Om het gevogel des hemels zeven paar mannetjes en wijfjes om het geslacht in leven te houden op de gehele aarde. Daar staat weer Eres, landstreek, gebied. Dus niet de hele aardbol. Vers 4. Want over nog zeven dagen zal ik de hele aarde, Eres, landstreek, gebied, 40 dagen, 40 nachten doen regenen. En ik zal alles wat bestaat, hetgeen ik gemaakt heb, van de aardbodem, let op, Adama, Adamsland verdelgen. Dus niet die hele wereld. Vers 6. En Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde, Eres, landstreek, gebied kwam. Vers 10. Na zeven dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde, Eres, landstreek, gebied. Vers 12. En de slagregen was 40 dagen en 40 nachten over de aarde, Eres, landstreek, gebied. Vers 14. En hij en al het wild gedierte dat naar zijn aard en al het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte dat op de aarde was, Eres, landstreek, kruipt naar zijn aard en al het gevogelde naar zijn aard, alle vogels van allerlei gevederte. Vers 17. En de vloed was 40 dagen over de aarde en de wateren wiesen en hieven de ark op, zodat hij oprees boven de aarde, Eres, landstreek, gebied. Vers 21. En al wat leeft dat zich op de aarde roert, het gevogelde, het vee, het wildgedierte, alle wemelde gedierte dat op de aarde, weer Eres, landstreek, gebied, wemelt, benevens alle mensen, Adamieten, uit het Adamsland kwamen om. Dus, die mensen leefden in een gebied dat Adams land heet, het gebied waar God Adam had geschapen en een gebied waar Adam zou leven en werken. Vers 23. Zo verdeelde hij alles wat bestond op de aardbodem, was mensen in enkelvoud,
zoals vee, kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, zodat zij verdelgd werden van de aarde. Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. Vers 24. En de aarde en de wateren hadden de overhand over de aarde 150 dagen lang. Adama werd later ook Eres beschreven als streek. Nou, we gaan kijken. Adamsland betekent ploegland. U vindt dat in Genesis 4 vers 2, hoofdstuk 47 vers 19, vers 22-23, Psalm 105 vers 35 en tenslotte Jesaja 28 vers 4. 2. Dan kan Adama betekent platteland of streek. Dus Adama kan ook platteland of streek betekenen. Dat vindt u in Genesis 28 vers 15. Dit wordt ook het land genoemd van Yahweh, gelijk aan Kanaan, Jesaja 14 vers 2 en de meervoud hiervan in Psalm 49 vers 12. Met andere woorden, dit is Adams gebied waar Adamieten wonen. Dit wordt ook in het Nederlands vertaald in Genesis 4 vers 11, hoofdstuk 6 vers 1, hoofdstuk 7 vers 4. Adama is ook een vrijplaats, vrijsteden, versterkte steden, stamgebied van Naftali in Jozua 19 vers 36. Dit was maar een heel kort stukje Bijbelstudie. Maar o zo ontzettend belangrijk om te weten dat niet de gehele wereld, zoals wij denken, de hele kosmos onder water stond. Maar dat er plaatselijk was. Om nu te begrijpen waar al dat vele water vandaan komt, die we nu kennen op de aardbol, komt van voor de eerste aarde. Dus in Genesis 1 staat: en de Heere schiep de hemel en de aarde. En de vers 2 zegt: en de geest van God zweefde over de wateren. De Bijbel noemt dat de voormalige wereld. Voor de schepping die wij kennen, was er al een schepping geweest. Die was totaal vernietigd, ook door water. En die heeft de hele aardbol omgeven, zodat alles vernietigd is. En dan gaat God in Genesis 1, van 1 tot 24, alles herscheppen wat er ooit is geweest. Maar dat is een ander verhaal. Ook dat hebben wij uitgebreid op onze website, waar je dat kan onderzoeken en bestuderen. Maar ik vond dit zo ontzettend belangrijk om dat even aan u mee te delen, als u goed de talen zou kunnen spreken, lezen. Zoals mijn goede vriend dat is, dan krijg je een mooi inzicht in de taal van God. Tot zover deze korte Bijbelstudie. Amen.